Het is vandaag een prachtige dag. Weer een persconferentie, de nieuwe spelers allemaal bijeen. Een soort teambuilding, kun je eigenlijk zeggen. Ja, het seizoen is eigenlijk begonnen. Voor mij nog niet direct, maar zonder dat we het weten is het weer zover. Hè. En zo beleefde kapitein Aschebar de persconferentie van FT Antwerpen, waar alles vlotjes verliep. Volgens enkele kenners gaat FT Antwerpen het komende seizoen niet meteen een rol van betekenis spelen, maar daar heeft Aschebar een heel ander beeld over. We trekken er niet veel van aan. Het is een nieuwe seizoen. We gaan er gewoon alles aan doen. Elke wedstrijd moet gespeeld worden en we gaan proberen elke wedstrijd te winnen. Wat het dan gaat geven, hoe het dat gaat zijn, dat weten we niet van tevoren, maar we gaan in ieder geval onze vel duur verkopen. Je weet het inderdaad nooit van tevoren, want afgelopen vrijdag won FTA nog tegen Lebo, wat volgens Yassine geen verrassing was. Een verrassing? Ja, niet echt. Wij weten dat Antwerpen echt een heel sterke team is. Oké, een paar nieuwe spelers die in de ploeg moeten ingespeeld worden. Maar ik had zeker verwacht dat we gingen winnen. Een 6-3 uitslag was voor mij echt geen verrassing. Hoe zelfzeker kan men zijn? Tot slot wil iedereen uiteraard weten wanneer de kapitein van FTA terug back on track is. Wel, nog niet 100% zeker, maar de kinesist, de dokter bij wie ik dagelijks train, die gokt op november, december dat ik 100% terug speelklaar zal zijn. En zo hebben de supporters van FTA weer iets om naar uit te zien en verliep de persconferentie, zoals het hoort, op zijn Antwerps.